We zijn hier in Deventer op de Provinciale Weg N348. En hier is vanmiddag rond de klok van 3:30 is hier een ernstig ongeval gebeurd tussen een vrachtauto en een personenauto. Waarbij de vrachtauto is gekanteld. En er zijn meerdere slachtoffers. We zijn nu nog druk bezig met het bevrijden van de slachtoffers. Dus inderdaad is de brand ontstaan in de personenauto. En dat gaat best wel wat moeizaam. Maar daar zijn we nog steeds mee bezig. De vrachtwagenchauffeur die is nog, daar zijn we ook mee bezig met de bevrijding. En je kunt je voorstellen, in zo'n cabine, daar is het allemaal. En met deze hitte, daarom heb ik ook aardig opgeschaald. Want dan kun je elkaar aflossen. Want het is bijna geen doen met deze hitte. Dus vandaar dat er zoveel personeel en hulpverleners hier te plaatsen is.